Dag Kurt, dag David. Wat vonden jullie van het veld en van de match? Ja, wat kunnen we erop zeggen? Weet je, voetballen kun je hier niet. Ik vind dat we een goede inzet gedaan hebben, goed gevochten. En ja, dat we dan toch in het algemeen toch verdiend gewonnen hebben. Twee woorden, kut match, kut veld. Meer kunnen we niet over zeggen. Maar uiteindelijk, dat is, als we deze wedstrijden winnen, dat is belangrijk. Dat zijn de wedstrijden die we vorig jaar verloren, altijd nipt. En nu winnen we ze. Op het moment gaat het goed. Dus. Je hebt nog altijd niet veel werk gehad. Nee, inderdaad. Wanneer denk je dat er verandering komt? Dat moet niet veranderen. Dat moet niet veranderen. Laat ons zo maar houden. Zeker en vast. Kurt, je hebt ook iemand van het veld gestemd. Allee, niet echt gestemd, maar geduwd. Wat gebeurde er eigenlijk juist? Het was volgens mij geen zware fout. Ja, we gaan altijd weer gewoon samen naar de mouwen lopen naast elkaar. En ja, gewoon schouder tegen schouder. En ja, komt zijn misschien... Ja, ik kijk hier aan niks in mijn bergen, ja, weet je. En je ziet die niks direct groeien. Nee, ja, weet je. Ja, die zal misschien verkeerd neergekomen zijn of zo, maar ja, ik weet niet. Het was de bedoeling om die eraf te stemmen, natuurlijk. Hè. Zo. Er is vandaag weer een nieuwe speler mee dan, Bayram van Turk Sport, overgekomen. Wat vonden jullie van zijn debuut bij de eerste ploeg? Ik was eigenlijk heel blij dat Bayram er in het finale is ingekomen. Want anders hadden we zeker niet tegengekregen. En dan had de wedstrijd volledig anders verlopen, denk ik. Ik ben heel blij dat hij erbij was. Ik heb die gisteren bezig gezien. Ik vind dat dat verdiend was dat hij mee mocht vandaag. En ik denk dat het zeker bewezen dat hij dat waard is om bij de eerste ploeg hier te zitten. Nee, zeker een heel goed match gespeeld. Wanneer laten we de eerste keer punten liggen? Dat kan volgende week zijn, dat kan binnen twee weken zijn. We gaan er geen datum op leggen. We gaan gewoon hopen dat we elke wedstrijd... je gewoon meer scoren dan die mannen. En we zien wel waar we uitkomen. Oké, bedankt David en Kurt. En sorry nog eens.